Dit is West in 60 seconden. Zo'n 100 sympathisanten van de Vloek hebben gistermiddag gedemonstreerd in de binnenstad van Den Haag. De actievoerders zijn boos omdat de gemeente op de plek van het Krakersbolwerk een topzeilcentrum wil bouwen. De HTM heeft 2 van de 10 nieuwe trams teruggestuurd naar de fabrikant. Het Haagse vervoersbedrijf is niet tevreden over de raamrubbers. En ook moet er een extra staastang komen. Er zijn in totaal 60 trams besteld voor ongeveer 150 miljoen euro. Met verkiezingen voor de deur wordt dit weekend nog druk campagne gevoerd. Het was er in Gouda de traditionele verkiezingsmarkt. Verschillende partijen probeerden hier nog stemmen te winnen voor aankomende woensdag. En een waterplein moet een einde maken aan overstroming in de Haagse wijk Transvaal. Het plein bestaat uit een aantal ondergrondse bassins. Het plan van het Hoogheemraadschap Delfland kost zo'n 2 miljoen euro en zou in 1 jaar gerealiseerd kunnen worden. Tot zover West in 60 seconden.